Oda, Martha en Maria, waarvan Oda de oudste was. En twee zonen, Remy en Frans. Samen woonden ze toentertijd in de Sint-Utersmarstraat in Zeelse. Alwaar ze samen allemaal een boerderijtje runden. Het er altijd geboerd, hè, Maria? Maria samen met haar gezin van haar broer Remy hebben het landbouwbedrijf op de ouderlijke boerderij verder gezet. Dit totdat ze op pensioen gegaan zijn. Dan hebben ze de boerderij verkocht en zijn ze samen verhuisd naar hun woning juist naast de boerderij. Namelijk een woning tussen de oude pastorij en hun ouderlijke boerderij, het Hof van de Putten.